De gemeente Dronten gaat nauwer samenwerken met burgemeester Kampen in Overijssel om overlast en winkeldiefstal door asielzoekers terug te dringen. Burgemeester Jean-Paul Gebbe had zijn collega Sander de Rauwe van Kampen op bezoek om over de kwestie te overleggen. De Rauwe wil de overlast beter bestrijden na een zedendelict afgelopen zomer. Afgelopen zomer hadden wij te maken met uh, wat reguliere overlast. die we ook niet willen als winkeldiefstallen. maar ook uh, fietsendiefstallen. Alleen daar kwam een zedenincident uh, bovenop in het park. Ja, dat is natuurlijk een open zenuw in onze samenleving. Dus uh, dat is ook de reden uh, voor mij en voor ons geweest. om te zeggen: accepteren we niet, willen we niet. en daar komen we ook met maatregelen voor. Volgens burgemeester De Rauwe van Kampen. wordt 50% van alle winkeldiefstallen gepleegd door asielzoekers uit Dronten. Dat blijkt uit cijfers, zegt de Rouwe. Kampen gaat het om winkeldiefstallen. En daarvan zie ik op basis van de gegevens van de wijkagent, die ook aan de burgemeester terugkoppelt, dat ongeveer de helft van de diefstallen in een winkel. Gebeurt door een inwoner van Dronten. En in kampen zegt ze dan heel vaak dat is het AZC. En de waarheidsgebied zegt dat dat dan ook zo is. Dus dat is best wel een hoog aantal. En dat benoemen we ook. Ik heb nog gekeken van kunnen we dat over de afgelopen jaren terugzien. Maar de politie registreert dat niet. Dus op mijn verzoek is dat een tijdje bijgehouden. En dan kom je ongeveer op de helft aantal aangehouden mensen die dan afkomstig is van een asielzoekerscentrum. De meldingen komen onder andere van de winkeliers van winkelcentrum Melmoor Park bij de N50 in Kampen. Burgemeester Gebbe wil zijn collega graag bijstaan in het terugdringen van overlast en diefstal. Maar hij wil ook helder hebben dat de gemeente Dronten niet de oorzaak is. Daar waar mensen wonen worden ook diefstallen, worden ook overtredingen en misdrijven begaan. Dus ook hier. Ik hecht altijd wel aan om te zeggen: weet je, het, vaak wordt het dan gezegd het zijn de asielzoekers uh, van Dronten Dan zeg ik altijd: nee, het zijn Nederlandse asielzoekers. Mensen zijn hier gekomen om, uh, om te vluchten voor oorlog of geweld. Uh, en wonen toevallig nu in Dronten. En ja, daar waar mensen wonen worden er ook misdrijven gepleegd. Dus ook in kampen en in Dronten en andere gemeenten. Hoorde ik uw collega zeggen, 50% van de winkeldiefstallen. Herkent u dat ook? Heeft u die cijfers ook? Bent u daar bekend mee? Kijk, ik, vind, ik ben heel voorzichtig om cijfers te noemen. Uh, ik ken ze wel, maar ik ga ze niet delen. Omdat uh, het dan altijd herleidbaar is tot, tot één hele specifieke bevolkingsgroep. En ik vind dat je daarmee op moet passen. Maar dat het een fenomeen is wat voorkomt, uh, dat steek niet onder de stoel of banken. Het antwoord op de overlast, zegt burgemeester De Rauwe, ligt in de samenwerking. Die is niet vanzelfsprekend. En dat komt door diverse grenzen. Toevallig hebben we allebei een gemeentegrens, een provinciegrens, maar ook een politiegrens. Dat maakt het net niet ideaal. Dus goede communicatie onderling met het COA, maar ook met onze winkeliers, dat is steeds weer de oplossing om tegen elkaar te zeggen: jongens, we hebben elkaar nodig, we hebben één aanpak en we tolereren het gewoon niet als er overtredingen worden begaan. Waar kunnen jullie beter samenwerken dan nu, meneer Gebben? Nou, meneer Drouwer zegt het al. Het is twee gemeenten, twee provincies, twee politieregio's. Dus dat we elkaar de hand vasthouden is heel erg belangrijk. Dat we elkaars 06-nummer hebben. Dat we niet via de krant of anderszins uh, met elkaar praten. Maar dat we rechtstreeks contact hebben met elkaar is ontzettend belangrijk. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de wijkagenten uh, die met elkaar communiceren. Maar ik wil even. Nog benadrukken wat meneer de zegt, is dat die, die, die 98, 99% van de asielzoekers die het hartstikke goed doet uh, en die hoopt dat ze hier uh, mogen blijven. En die 2% wat echte raddraaien zijn. Ik heb in mijn contacten met, uh, met het COA. En u weet, wij doen nogal veel in Dronten als het gaat om opvang asielzoekers, probeer ik wel de afspraak te maken dat dit soort raddraaien, als je dus meer dan 3000 mensen opvangt, dat we dat soort raddraaiers niet willen hebben.